dat betreft. Ja, ik praat nu even over met Rob de Wijk. Hij is directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, meneer de Wijk. Goedemorgen. Ik vraag me even af. Ik heb even naar die speech zitten kijken van Poetin natuurlijk. En hij zegt de hele tijd, ik volg hetgeen wat mijn minister van Defensie zegt. Alsof hij zelf die beslissingen niet neemt. Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Ja, dat lijkt me flauwekul wat hij hier zegt. Want het is al een hele tijd bekend dat er niet boven tussen hem en Shoigu. En hij werkt continu om het ministerie van Defensie heen. En wat hij ook doet is, hij werkt om zijn generale staf heen. En probeert zeker te controleren wat er ter plekke gebeurt. Dus hij is ook op zoek naar een zondebok. Dat weten we inmiddels ook. En Shoigu zou natuurlijk gewoon de eerste kunnen zijn. Maar weet je, ik denk dat dit niet eens het belangrijkste punt is. Zoals ik die speech lees, is het eigenlijk ook een oorlogsverklaring aan het beste. En ik vind dat het meest opmerkelijk en het meest verontrustende aan wat hier gebeurt. Het Westen heeft alle lijnen overschreden, zegt hij. We staan nu over een front van 1000 kilometer tegenover het gezamenlijke Westen. Ja, weet je, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het rechtvaardigt wel de inzet van kernwapens. Want daarmee, en zeker als dus die oblasten worden geannexeerd door middel van die netreferenda, ja, dan heb je dus een verhaal naar je eigen bevolking te zeggen, want nu moet er een kernwapen worden ingezet, want nu wordt Rusland zelf bedreigd. En ik vind dat zeer verontrustend. Het is ook een signaal naar het Westen toe van, kijk uit, want nu wordt het menens. Maar het is ook een signaal naar Zelensky van, kijk uit, nu wordt het menens. Ja, vanuit Oekraïne is er nu in eerste instantie heel rustig en bijna laconiek op gereageerd. Ja. Wat vindt u dat er maar vanuit... Dat zou ik maar niet doen. Oké, want dat is precies dat de vraag die ik u wil stellen. Hoe zou er vanuit het Westen dan op gereageerd moeten worden wat u betreft? Nou, kijk, het is geen wonder dat president Biden in dat roemruchte televisieprogramma 60 Minutes, dat was voor mij afgelopen zondag, al heeft gezegd, kernwapens, doe het niet. Dat heeft hij zeer nadrukkelijk gezegd. En het moet consequenties hebben. Het probleem is alleen, en dat weet ook iedereen wel, dat die consequenties, ja, die zijn niet zo groot. Dan zou je dus, als het echt consequenties moet hebben, dan zou je Rusland bij wijze van spreken de oorlog moeten verklaren. En daar zit niemand op te wachten. Iedereen wil gewoon proberen, zeker hier in het Westen en zeker in Europa, een nucleaire escalatie te voorkomen. Dus hij weet precies wat hij hier doet. Het is dat is natuurlijk het meest vervelende. Het is een van de laatste troeven die hij heeft. Kijk, die hele mobilisatie zal niet veel opleveren. Natuurlijk komen er meer soldaten, maar voordat je dat een keer hebt omgevormd tot een effectieve krijgsmacht die echt wat kan. En waardoor zeg maar dit zootje wat nu aan het oorlog voeren is in Oekraïne kan worden vervangen of kan worden bestekt, ben je gewoon een tijd verder. Dus het enige wat hij kan op dit ogenblik is dit soort retoriek, waardoor je dan maar hoopt dat die dreiging van escalatie bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de wapenleveranties van het Westen aan Oekraïne. Nou, dit is geen fijne situatie die we nu zien. Nee.